Smullen, smikkelen, snoepen, kluiven of knabbelen? Niets is zo plezant als lekkere hapjes naar binnen werken met je handen. Heb je een leuk feestje in het verschiet? Of heb je gewoon zin om je duimen en vingers af te likken? Dan zorgt Nicolas Nijens met plezier voor een goede portie fingerfood. Vandaag maken we twee superlekkere hapjes klaar die dat je met de handen kunt eten. Straks maken we de bruine boterham met platte kaas en grijze garnaaltjes. Maar nu ga ik smoutenbolletjes maken, iets zoet. Smoutenbolletjes, oliebolletjes eigenlijk met stukjes appel in. En wat hebben we daar eigenlijk allemaal voor nodig? Wel bloem, eieren, melk, gist, een beetje suiker, kaneel om ons deeg te maken. En daar ga ik mee beginnen. Dus we gaan eerst onze melk lichtjes opwarmen. Dus 150 ml melk. En we gaan onze gist erbij doen. Onze verse gist. En die verbrokkelen een beetje bij de melk. Dat gaan we heel lichtjes zo laten opwarmen. Zacht vuurtje, een beetje in de oog houden. We hebben daar 300 gram bloem voor nodig. Die gaan we in de mengkom zetten. Dan hebben we een mespuntje kaneel nodig. Dat gaat wat smaak geven, wat aroma. Voilà. Dan een snuifje zout. Dat kunnen we al rustig mengen. Ondertussen maken we een kuiltje voor later. Dan hebben we onze eieren. Eiwit in die grote glazen kom. Eigeel mag in die andere kom. Nog iets dat we bij de bloem gaan doen. Dat is een klein beetje appelsienschil. Je kunt daar ook citroenschil bij doen. Maar dat geeft ook een subtiel parfum aan het deeg. Dus juist de schil. Wat we er ook bij doen, is onze verse vanillestok. We gaan die even plat drukken en dan snijden we die helemaal open. Hè. En we halen daar de zaadjes uit. We krabben die er eigenlijk uit. Dus... De melk heeft de gist opgenomen, dus de gist is eigenlijk mooi versmolten met de melk. Dat laten we even aan de kant. Ondertussen kunnen we best onze eiwitten alvast mooi tot sneeuw kloppen. Dan doen we onze suiker erbij. De suiker gaat vermijden dat de eiwitten eigenlijk schiften. Dan krijg je die zo mooi opgeslagen tot sneeuw. Het is eigenlijk gemakkelijk dat je een goede grote kom neemt om je eiwitten in op te slagen, want de bedoeling is om er lucht in te krijgen. En dan krijg je die snel eigenlijk opgeslagen. Eiwit is tot sneeuw geklopt. Eigele, die gaan we mengen met de melk. Dat is lauwe melk, hè. Zeker niet warm. Hè. Goed. Dan gaan we die bij de bloem gieten. Rustig roeren. Dan doen we er 150 ml spuitwater bij. En dat spuitwater dat dient eigenlijk om de gisting op gang te brengen en om een luchtig deeg te verkrijgen. Hè. Dus zo'n luchtig deeg. Nu is de bedoeling om een mooi homogeen mengsel te verkrijgen. Gewoon goed roeren. Dus en je ruikt de verse vanille al, de kaneel, die appelsienzesten, appelsienschil. Dat geeft een heel, heel mooi zacht parfum. En dat is toch ook een keer iets anders dan een gewone oliebol eigenlijk. Oké, dat is in orde. Nu gaan we hier voorzichtig ons eiwitten dat we stijf hebben geklopt ondermengen. Ik zeg mengen, eigenlijk moet dat er rustig onder spatelen, opdat je de lucht van de opgeklopte eiwitten niet eruit slaagt. Hè. Dus we gaan dat voorzichtig bij ons deeg doen. Zie je, dat is zo mooi gebonden omdat daar een beetje suiker bij is. Voilà, en dat spatelen we er nu voorzichtig door.
niet te geweldig roeren of zeker niet met de klopper erdoor. Voilà, ons deeg is klaar. Nu gaan we dat 2 à 3 uur laten rusten op een koele plek. En natuurlijk hebben wij al een ander deeg laten rusten, want we hebben niet zoveel tijd. En dat is helemaal klaar. Je ziet, dat is mooi opgerezen. Dat is lekker luchtig. Dit deeg is eigenlijk klaar om te bakken. Wij gaan er nu nog een appeltje bij snijden. Een appeltje dat we in blokjes gaan snijden. Dat geeft weer een extra touch. Het doet een beetje denken aan appelbeignet. Dat is eigenlijk hetzelfde. Hè? Dus we nemen hier een zoet-zure appel. We snijden die in 4. Dat is eigenlijk ook een hapje dat de kinderen zeer graag eten. Hè. We hebben ondertussen de friteuze al voorverwarmd op 170 graden. En ik neem hier eigenlijk een neutrale plantaardige olie voor. Je zou daar in de plaats van de appel ook banaan, kleine stukjes banaan of kleine stukjes ananas bijsnijden. Of nog andere vruchten. Maar eigenlijk wel fruit met een vaste vorm. Dus nu snijden we die partjes in kleine staafjes. En dan kunnen we die gewoon in fijne blokjes snijden. Zo. We gaan het er gewoon bij doen. Voilà, dat gaan we voorzichtig onder het deeg mengen. Oké, dat is klaar. Nu kunnen we onze smoutenbolletjes beginnen te bakken. We hebben onze friteuze voorverwarmd op 170 graden. We hebben een plaatje klaar liggen met een papiertje om onze oliebolletjes op te vangen. 2 lepels. En nu kunnen we beginnen scheppen eigenlijk. Hè? Dus naar gelang klein of groot. Die blazen mooi op. Dan gaan we met een spateltje er een klein beetje mee spelen, een klein beetje ronddraaien. We blijven die bolletjes omdraaien en onder de olie duwen, want die willen we heel de tijd boven drijven, hè, want daar zit lucht in. Dat ruikt fantastisch, hè. Dat ruikt eigenlijk een klein beetje gelijk op de kermis. Hè. Ik ga ze eruit halen. Voilà. Even laten uitlekken en dan vangen we die op een papiertje. Zo. Super, hè? Voilà, onze oliebolletjes zijn klaar. Nu kunnen we ze serveren. Ik heb daarvoor een houten plateau met gaatjes in en van die echte papieren frietzakjes eigenlijk. Nu kunnen we beginnen vullen, hè? Nu gaan we dan gewoon nog wat afwerken met bloemsuiker. Hè? Voilà, onze smoutenbolletjes met appel zijn klaar. Laat het smaken. Als tweede hapje maken we onze boterham, onze bruine boterham met platte kaas en garnaaltjes, grijze garnaaltjes van bij ons. Ja, dus vrij eenvoudig. Hoe beginnen we eraan? We hebben een komkommer en we gaan daar fijne brunoise van snijden, blokjes. In dit geval hebben we 1/3 nodig. Zo. We gaan die schillen.
Dat is toch altijd beter. En de komkommer gaat onze krokante, eigenlijk het frisse, aan dit hapje geven. Dus we snijden dat nog eens in stukjes. Dan snijden we daar plakjes van. Nu snijden we terug opnieuw de staafjes, balkjes. Dan kunnen we onze blokjes snijden. Dan nemen we onze kersttomaatjes. In dit geval hebben we honingtomaatjes genomen. Dat zijn eigenlijk zoete kersttomaatjes. Die smaken wat zoeter. Die snijden we gewoon voorzichtig in vier. Voilà, dat is ook klaar. We gaan een beetje bieslook nemen. Dat smaakt altijd lekker subtiel. En die gaan we mooi fijn snijden. Zo. Dan hebben we hier van die verse dillen. Dat gaat ook altijd goed samen met komkommer, platte kaas, yoghurt, garnaaltjes. Daar gaan we enkele takjes van plukken. Kenmerkende van de dillen is dat die zo'n uitgesproken frisse anijssmaak heeft. Pas meer dan voldoende. Dan hebben we hier onze garnaaltjes, de grijze garnaaltjes van bij ons. En dan onze verse platte kaas. Alles staat eigenlijk klaar. Nu moeten we alleen nog maar onze toast maken. Het is te zeggen onze boterham. We gaan van dat bruin, mooi, meer granenbrood, enkele sneden snijden. En dan gaan we die licht toasten. Dat toasten dat hoeft niet, maar dat maakt het wel een beetje knapperig. En je mag vrij dik snijden. Hè? Een goede centimeter. Voilà. Ik denk dat dat wel voldoende is. Zo. Die gaan we licht roosteren. Leg die op mijn rooster. Zo. En deze gaan we nu 2 minuutjes in de oven laten krokant worden. Voilà, onze boterhammen licht getoast zijn klaar. Die gaan we nu besmeren met onze verse platte kaas. Een beetje afkoelen, hè. Ça va. Voilà. En in dit geval hebben we magere platte kaas genomen. Je kunt natuurlijk ook volle platte kaas nemen, maar daar zitten meer calorieën in. Hè. Ik wou een gezond hapje maken, dus... Je smeert daar rijkelijk je platte kaas op. Zo. Dan gaan we dat garneren met onze garnituurtjes. We hebben hier de verse komkommer. Zo.
Lekker fris en krokant. Het moet niet al te ingewikkeld zijn. Hè? Dus dan nemen we onze garnaaltjes, die we er rijkelijk over gaan strooien. Ze hebben toch mooie kleuren. Zo wit met groen. Mooie garnaaltjes erop. En hier moeten we ook niet te gierig zijn met de garnalen. Hè. Een boterham moet je altijd rijkelijk bedekken of rijkelijk beleggen. Hè. Zo. Dan leggen we daar onze tomaatjes tussen. Die gaan zo wat een zuurige, frissere toets geven. Zuur-zoet. Zo. Zie je, dat is toch mooi van kleur. Dan kunnen we in feite afwerken met onze verse kruiden. Dus we hebben onze bieslook. Fijn gesneden bieslook. En dan hier en daar een dillenplukseltje. Een beetje versieren. Ah, dat ziet er toch super feestelijk uit en dat is mega eenvoudig. Het laatste dat we doen is afwerken met een klein beetje fleur de sel. Fleur de sel en peper van de molen, zwarte peper. Voilà. Goed, we zijn klaar. Nu kunnen we dat gewoon serveren. Voilà, onze boterham is klaar. Laat het smaken. Ik ga dat ook doen.